Maar liefst 140 kinderen speelden woensdag mee in de finale van het Kampen schoolvoetbaltoernooi van de Cruijff Foundation. De finale werd gehouden op het Cruijffkoord aan het Toenstraplein. In elk schoolteam zitten 6 kinderen die het opnemen tegen 6 kinderen van een andere school. De spelregels zijn simpel. Nou ja, je gaat voetballen gewoon, dat is leuk. Naast enthousiaste fans is het vooral belangrijk dat de kinderen leren wat de fairplay-regels van Johan Cruijff inhouden. Fairplay is gericht op het eerlijke spelen. Ja, normen en waarden op het veld, normen en waarden in het spel. Ja, daar houden ze zich mooi aan. In totaal hebben dit jaar maar liefst 423 kinderen meegedaan aan het voetbaltoernooi. 140 kinderen staan in de finale. Je hebt goed gespeeld. Nou, bedankt. Hoeveel is het nou geworden? 2-0. En jij, heb je ook nog gescoord? Nee. Wel goed voorgezet. Op de lat. Het toernooi is niet alleen populair onder de jongens, maar ook de meiden laten zien dat ze een aardig potje kunnen voetballen. Ja, we hebben gewonnen. Met hoeveel punten? 1-0. En wie scoorde er? Shadow. Achter, ja. Jij scoorde de winnende goal. Ja. Goed van jou. Bedankt. Hoe voelde dat? Goed. Al met al is het een feest voor de voetballers en hun kleine broertjes en zusjes. En ook de ouders vinden het allemaal prachtig. Mijn dochter moet voetballen. Hoe doet ze het? Hartstikke goed. Ze hebben 1 keer gewonnen, dus... Wat vindt u van dit initiatief? Ja, leuk. Ja, wij houden van voetbal, dus dan vind je het ook al gauw leuk, denk ik. Maar mooi veld hier ook. Ze komen hier ook eens een keer. Ja, leuk. Uiteindelijk wordt bij de meiden de regenboogschool uit Wilsum kampioen. Bij de jongens is dat de Willem-Alexander school. Zij gaan door naar de regiofinale in Leeuwarden. De uiteindelijke landelijke finale is bij het Olympisch Stadion in Amsterdam.